Het Sint-Vincentius ziekenhuis is voorbereid op een volgende uitdaging rond COVID-19. Dit zegt algemeen directeur Manoj Hindori naar aanleiding van het feit dat zijn ziekenhuis en het medisch personeel ervoor hebben gezorgd dat 3 positief geteste COVID-19 patiënten met succes zijn behandeld. Trots, want het Vincentius ziekenhuis heeft zijn waarde bewezen hier. Het gaat om patiënten COVID-19 patiënten, positieve patiënten, die intensieve zorg nodig hadden. En er is gekozen voor de intensive care van het Sint-Vincentius ziekenhuis. Ik ben daar trots op dat we onze bijdrage hebben kunnen leveren aan de aanpak van deze coronacrisis. Maar we zijn voorbereid op de volgende. Het kan een golf zijn, het kunnen er enkelingen zijn. Laten we hopen dat er geen enkele komt hier. Maar wij zijn erop voorbereid. We gebruiken deze tussentijd om de intensive care volledig te ontsmetten, want dat moet ook geregeld gebeuren. Apparatuur ontsmetten, de bedden ontsmetten, de ruimtes ontsmetten, alles weer goed checken. Maar we zijn voorbereid op ieder ander geval waar een beroep gedaan wordt op de intensive care van Vincentius ziekenhuis, om die te kunnen opvangen. Eerder deze week is het personeel van het RKZ in de bloemetjes gezet door de leiding van het ziekenhuis. Dit nadat het bekend werd dat de 3 eerder positief geteste COVID-19 gevallen in Suriname officieel genezen zijn verklaard. Alle 3 patiënten waren opgenomen in het Sint-Vincentius ziekenhuis en zijn door het medisch personeel verpleegd en met succes behandeld. Als een patiënt zich aandient hier, moet je de topzorg kunnen bieden om die patiënt overeind te houden. En onze medici en onze verpleging en ons ondersteunend personeel, ons totaalsysteem, is natuurlijk enorm omhoog geschoten. Want we moesten heel goed nagaan wat de protocollen zijn. Eigenlijk moet je altijd al veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Eigenlijk moeten we altijd al iedere dag in dit ziekenhuis, maar in elk ziekenhuis, in elke gezondheidsinstelling, moet je hygiëne in acht nemen. Tot thuis moeten we dat doen. Maar we weten hoe we zijn. Wij mensen, we zijn nogal nonchalant. We gaan er een beetje aan voorbij. Hoe belangrijk het is, zaken als heel basaal handen wassen met zeep en water. Hygiënische voorzieningen hebben, zoals towels, zoals schorten werken, zoals met brillen werken. Dat heeft ons met het neus op de feiten gedrukt. Dat we ons systeem strikt moeten naleven en zelfs omhoog brengen. En ik moet zeggen, het feit dat we hier strikt volgens de protocollen van de WHO, van internationale grote ziekenhuisinstellingen, die hebben allemaal gevolgd. Dus ik mag echt ook weer met trots zeggen, we kunnen het aan. Hindori is trots op de inzet en de bereidwilligheid welke het personeel heeft getoond om dit resultaat te bereiken. In totaal waren er 4 COVID-19 patiënten opgenomen in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Met het bereikte resultaat is de kijk op dit ziekenhuis internationaal verhoogd. Michel Blokland, de medisch directeur van het ziekenhuis, zegt dat de behandeling van de patiënten volgens de protocollen van de WHO geschiet. Zoals wij dat hebben gedaan, is net als wat ik zeg, dus ondersteunend werken, naar de patiënt toe goed observeren, in de gaten houden. Vandaar dat je dat op de IC doet, want dan kan je die patiënt op de monitor aansluiten, op allerlei meetapparatuur die dan van seconde tot seconde kan je zeggen, eigenlijk alle parameters meet bij zo'n patiënt. En waar het fout dreigt te gaan, dat je dan dat aanpakt. Helaas hebben we toch ondanks onze input en laat me zeggen, onze uiterste best dat we gedaan hebben, helaas toch 1 patiënt moeten kwijtraken. Wat natuurlijk erg jammer is, maar ook daar zullen we mee moeten dealen. En we hopen dat het echt bij deze ene blijft.